Ook in Valkenswaard wordt er druk gebouwd. Voor het bloemencorso wel te verstaan. Ontwerper Frank Maas ontwerpt al 37 jaar wagens voor dat corso. En binnenkort rolt zijn 100ste idee uit de tent. En dit jaar heeft hij zich ook nog eens laten verleiden om een wagen te ontwerpen voor de Brabantse dag. Ik vind het alleen al prachtig dat ik daar aan mee mag werken. Want je staat als ontwerper toch in dienst van een vriendenkring, heet dat daar, en hier is het een buurtschap. Daarnaast moet hij bij zijn ontwerp voor Hezen rekening houden met minstens 100 figuranten. Terwijl de wagens van het bloemencorso niet meer dan 10 figuranten tellen. Maar het belangrijkste verschil zit hem in de afwerking. Alles wat ik hier bedenk en maak wordt compleet met een soort wollen deken overtrokken. En in Hezen zie je de pure materialen. En dat is een heel groot verschil. Eén keer in de week gaat hij naar Hezen om te kijken hoe de bouw van zijn wagen vordert. Dat is nou link, als binnenkomst een hark. Maar je ziet al, het is natuurlijk een heel ander soort bouwwerk. Met meteen heel andere kleurstellingen en koper. Hier gaan dus niet die dikke bloemen allemaal omheen. Want dit blijft gewoon zoals het nu is. De laarstukken, de groep waarvoor Frank de wagen heeft ontworpen, kwam dit jaar ineens zonder ontwerper te zitten. Een van onze leden is een fanatieke bezoeker van het Corso. En die zag de naam van Frank veelvuldig voorkomen in het programmaboekje. En een brutaal mens heeft de halve wereld. De deal was dan ook snel beklonken. Voor Frank was het wel wennen om met een hechte vriendenkring te werken. Soms is het zelfs zo erg dat hij er 's nachts van wakker ligt. Omdat ik dacht dat er in mijn ogen iets wezenlijks niet in zat. En bij mijn eigen ploegje en de jongens bij die andere tenten, dan durf ik daar meteen over te beginnen. Maar hier denk ik eens even afwachten. De laarstukken en Frank zijn erg tevreden over het resultaat. Frank zal dan ook zeker zijn wagen komen bewonderen tijdens de optocht. Ik ben eigenlijk als kindje altijd al mee geweest. En volgens mij bestaat de Brabantse dag nou 51 jaar. En ik ben 51, dus dat kan al wel kloppen. Ik moet zeggen, van die eerste keer weet ik niet veel meer van.